Ja, en je hebt nu natuurlijk een supermooi gift van 5000 euro aan de voedselbank gegeven. Waarom hebben juist jullie dat gedaan? Nou, we kiezen ieder jaar voor een lokaal doel. Dus we zeggen iets binnen de gemeente overbeteren. Wat we heel belangrijk vinden is dat dat ook een zichtbaar doel is. Dus dat, dat je daarnaar kan verwijzen, dat mensen het ook zien. Voedselbank vonden we een vrij actueel thema door de inflatie. En dat we ook voornamelijk dat steeds meer mensen gebruik van moesten maken, helaas. En ook dat er een steunpunt hier in de Overbeteren Elst geopend ging worden. De organisatie is aan verschillende kanten dit jaar al goed gesteund. Zo ontvingen zij maar liefst 200.000 euro van mensen die hun energietoeslag zelf niet nodig hadden. Deze 5.000 euro als verrassing van het winterfestijn was de kers op de taart. Dit is het zoveelste blijk van solidariteit in onze samenleving. En we hebben de afgelopen jaren daar heel veel blijken van binnen zien komen, vooral in geld. En dat is fantastisch, want daardoor blijven wij in staat om mooie spullen te kopen en die wekelijks uit te delen aan mensen die het hard nodig hebben. Ja, want wat kunt u bijvoorbeeld met die 5000 euro doen? Wat wij doen is vooral de gezonde producten zelf kopen waar ze niet beschikbaar komen uit de afvalindustrie. Dus wij zijn nu al bezig een tijd lang met een kleine transitie, dat we niet alleen datgene wat anders verspild zou worden verdelen onder de mensen, maar ook zelf bijkopen. Maar daar heb je geld voor nodig. Deze week staat het in het teken van armoede. En wat betekent dit precies? Armoede is volgens mij dat je geen verbindingen kan maken. Geen verbindingen kan maken met je buren, geen verbindingen kan maken met sport, omdat je geen geld hebt. En waarom is het juist zo belangrijk om armoede een gezicht te geven deze week? Omdat heel veel mensen die in armoede leven zich schamen. Mensen hebben vaak het idee van het ligt aan mij dat ik in armoede zit. En ik denk nee, heel veel mensen die in armoede terechtkomen, dat komt vanwege scheidingen, ziekte of faillissement van een bedrijf. Daar hoef je helemaal niet voor te schamen, dat overkomt je. En wat hoopt u nou te bereiken met deze week? Ik zou het heel fijn vinden als we allemaal iets minder vooroordelen zouden hebben. Ik had ook een beetje toch het idee armoede. Nou, dan geef je te veel geld uit of dan drink je te veel of dan wil je te dure auto. Maar armoede overkomt je dus.